Het moment is aangekomen. Nessie moet afrekenen. What's up, guys? En welkom bij een nieuwe Dubai vlog. We zijn er weer, lekker weer. Ik heb een Gucci bril opgekregen van mijn vrouw. Hij ziet er fucking vrolijk uit. Ze is een nieuwe Lacoste's. Dankjewel. Miriam koopt alles voor mij. Met een portemonnee. Oh, je hebt de portemonnee nog niet gezien, hè? Nee. Zo, portemonnee. Wie hen hem? McCann. We gaan dus even ontbijten. We hebben een plekje gevonden, heet Zatar Ozeet. Zatar Ozeet. Wat betekent dat? Zatar is de ene wat jouw vader ook altijd eet. Die groene. Maar in ieder geval, het is iets met olie. Zatar Ozeet. Ik ga eieren eten met lekkere brood. En een koffietje of zo, weet je, voor lekker ontbijt. Lekker man. Chop die ding, hoor de. Ik heb een rare ei, man, bro. Ga even lekker ontbijten. After breakfast, we are going to the swimming pool. Beetje swimmen. And after that, we are going to the Dubai Mall. The biggest mall of Dubai. The biggest, the best of the world. But first, we are going to eat the best breakfast in Dubai, the biggest. You see, this is the biggest egg. the most exclusive egg in Dubai. Jongens, Miriam lacht mij uit omdat ik altijd hè zeg op het einde van een zin. Ik zeg altijd, hey, have a nice day, hè? In Nederland zegt dat ook, hè? Hey, later, hè? Ja, maar daarom. Hey, groetjes, hè? Hey, have a nice day, hè? Hey, I have a question, hè? Hey, I have a question, hè? Listen goed, hè? Nessie is aan het zwemmen. In een zwembad. Kijk een keer. Hierna is een stofzuiger. Ga maar stofzuigen. Stofzuiger. iRobot. I've got an iRobot, bitch. Jongens, even een momentje nemen voor de outfit. Alsjeblieft. Tas Lacoste. Shirt. Lacoste. Ja, dat zegt al broek is van de... Hallo, ik ben met mezelf bezig. Jouw outfit boeit niet in mijn vlog. Doe maar in je eigen fashion vlog. broek is van de Zara. Ja man. Pet is van Gate. Bill is van Gucci. Paragamo, Calvin Klein, Michael Kors. Sokken zijn van de Vibra. Je weet hoe we dat doen, man, bro. Alles hoog, bro. Alles hoog. Altijd als je mij filmt, film je niet mijn hoofd meer. Ik heb al gisteren op de vlog, ik krijg stress van jou. Is het moeilijk om die camera gewoon zo te houden? Het doet me pijn. Man. 32e verdieping. Wat valt er hier te doen? Helemaal geen tyfus. Heel wel eventjes uit het raam. Niks. Zo, dit, het is wel een hele enge uitzicht, man, dit. Dat is toch gewoon Dubai Marina, dit, hè? Ja, dat weet ik niet, maar het ziet er wel heel dik uit. Hier in Dubai, we don't have good value, we have the great value. Everything is great hier. Ah, jongens, dan gaan we weer. Even een Starbucks, een cookie besteld en dan nog lemonade. Yeah. Na deze vakantie worden we zo dik, ouwe. Ik heb een beetje groter dan die van Miriam, want ik heb iets meer dorst. Ah, lekker man. We zitten eindelijk in de taxi. We zijn nog een meter vooruit gegaan en de meter staat al op 6,5 dirham. Ben je echt serieus? Ja. Ik ben met Miriam in de vlog. Dat doe ik wel vaker, zeg maar. Vul mijn slippers maar niet, want ik ging highclass naar buiten, maar... Krokodil. Oh, hij is boos. Ik vind jouw tas echt tof trouwens. Vind je mijn tas tof? Ja, dat is echt leuk. Ik vind jou ook. Jouw portemonnee wat minder. Nee, deze mag jammer. Sir, how far is the Dubai Mall from here? 20 minutes. And is it the biggest mall? Yes. Too many people there. I heard from my dad that my name is from Iraq. No. You search here, you meet different lot of local you meet. Yeah. I have no Naseem name. But Naseem is a... Go in Pakistan, any city, anywhere. Ask Naseem. Maybe 5%. Ah, I'm Naseem. Hey, you wist niet je Pakistans was, man. So I am Pakistani now? Yeah. In Pakistan also, girls have Naseem. Girls also? Yeah, Naseem. But I don't know if that's a good thing. My name is Naseem Al-Ahmadi. Al-Ahmadi is Arabic. Arabic? Yeah. Al-Ahmadi, Arabic. Okay, but Naseem? But Naseem, no. Naseem, our word. And what's your name? Tarek. Tarek. Oh, it's Tarek Arabic is name. Arabic name. Yeah, it's Arabic name. Maybe we switch names. You Naseem, I'm Tarek. Thank you very much. You can keep the rest of it. Thank you.
Thank you. Have a nice day. Greetings to your family. Alright, zijn we dan, jongens. De Dubai Mall. Kijk, je ziet hier ook gelijk een paar dikke auto's. Oh, dat is gewoon een McLaren, man. Oh, de? Please don't touch the car. Oh, talk life. Heftig. Oh, het is echt huge hier. Kijk hier, Cartier, Bulgari, Hermes. We zijn hier buiten bij die fontein waarschijnlijk. En we gaan even kijken hoe dat er daar uitziet. Hoor het? Dat is wel gek dit. Als er iets is wat ik haat op vakantie, dan zijn het de fotoshoots wel. Te veel moeite voor mij, ik wil gewoon chillen. We zijn hier bij Burj Khalifa. In de avond geven ze hier een soort van show met die water en dan dat gebouw en zo. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet. Maar dat zien we straks. Ik wil één deze dagen wil ik ook zo'n witte jurk aan, man. Ik hou niet op. Niet vanzelf. We zijn hier in make-up winkel, jongens. Huda Beauty. Wie? Ik ken die heren chick niet eens. Nee. Wat zit je nou fashion reclame te maken bij mij? We gaan nu eventjes bij een of andere Arabisch merk iets halen en dan zien we wel weer. En ik heb het gevoel dat ik nu ga weggestuurd worden in 3, 2, 1, yes. Excuse me. Are you getting from here? Ben je eindelijk blij? Ja. Ja? Wat heb je gekocht? Lipstick. Boeit niet wat je hebt gehaald. Jongens, ik heb een Balmain onderbroek gehaald. Zomaar word ik herkend in Dubai. Wat dit? Gewoon iemand uit Amsterdam. Hey, shout out naar hem, man, sowieso. Ik schrok me dood, man. Ik dacht van, what the fuck? Misschien is hij beveiliger weer, toch? Ja, en denk ik, wat? Ik moet je eerlijk zeggen. Yo, ik denk, what the fuck heb ik nou weer gedaan? Maar was iemand uit Amsterdam. Ja, is leuk. Ja, is leuk. Was je bang? Ja, hoor, ik was echt bang. Ik dacht, oh, shit, ik moet vastzitten, 13 jaar. Maar in ieder geval, ik heb dus Balmain boxshorts gehad. En we gaan nu gewoon even een beetje rondkijken. En eten. Ik heb dorst en honger, man. Misschien moet ik even chappen, man. Kijk hoe sick, man. Ja, ik wil naar binnen zo, hoor. Maar je ziet nog maar al die vissen daarboven. Arabs, we don't walk. We go with the stairs. The most exclusive stairs. Hello, welcome in the Dubai Mall. We have the exclusive, the most best water fountain in the world. You see the diving is 24 karat gold here. Beautiful, the most exclusive, the best. Die man kijkt je zo raar. The water is not normal water, it's spa water from the bottle. It's the best water, the most exclusive water. They are real people who died. We make stone of them. They died for us. Yes. Fragmenten Miriam, is die nog steeds niet klaar? Maar blijkbaar is die al klaar. Yes. Hi. Thank you very much. Yes, thank you very much. Dit ziet er heftig uit, jongens. Dat is wel je favoriete burger, hè? Dat is wel echt lekker. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik daar vandaag wel klaar mee ben. Ja, ik ook. Toch? Die smaak heb ik al wel een beetje. Ja. Wat wil je nog proberen in Dubai qua eten? Ik weet niet, maar ruik eens een keer aan die burger. Ew. Hij ruikt naar voeten. Welcome in de souk. The most beautiful, the most exclusive souk. Oké, dus Nessie wil heel graag hier een foto. Ja, je wilt filmen? Ja. Hier, pak maar, ik maak een foto van jou. Je dacht dat je een foto ging maken? Ah, jongens, we zijn hier op een motherfucking kameel. What you guys have in America is cute. You have the dierentuin in Holland, you have dierentuin. We here, we have dinosaurs. The most exclusive dinosaurs, the biggest dinosaurs we have here. You guys don't have dinosaurs. Look at this, this is the biggest, the most exclusive. 155 million years ago. But we have it right here. The best, the biggest. Oh, godverdamme, ze hebben Dirk Bickenbergs. What the fuck is het hier? Oh. Niemand draagt Dirk Bickenbergs. Gadverdamme. Hier! Shit, zo in. Rondkijken. Ben je aan het rondkijken? Heb je geld voor mij of niet? Nee, maar het is wel heel saai hier. Kan je iets leuks voor mij vinden? Laat eens zien wat jij hebt, laat eens zien. Ik heb een puist op mijn arm. Gadverdamme, kijk één keer die vieze puist. Wat ga je ermee doen dan? Ja, uitknijpen. Hij is echt wit, hè? Ja, echt. Het is geen puist. Wat dan? Ik weet niet. Anders kwam het er al lang uit. Die wit is opeens weg. Ik heb dat 10 keer gedrukt. En ik had
zo steef die uit. Je komt nu naar beneden. Meer. Mirjam. Meer. Je komt nu naar beneden. Ik ben serieus. Je komt nu naar beneden. Nu. Kom nu naar beneden. Nu. Achter die twee mannen, nu. Kom nu. We gaan naar de Footlocker. Meer. Alsjeblieft, kom naar beneden, nu. Nu. Nee, ik ga niet over vrouwen praten. Ja, sorry. Wat een moeilijke vrouw. Durf je middelvinger niet op te steken? Kom nou maar. Stomme trut. We gaan even wat eten. Ik weet niet wat ze hier hebben, maar het ziet er op zich wel lekker uit allemaal, toch? Ik heb Oreo cheesecake besteld met strawberry, smoothie. En Vanessa is onze gastvrouw van de dag. Thank you, Vanessa. Hey, kan je die smoothies naast je hoofd houden en kijken hoe groot die is? Hou hem naast je hoofd vast. Oha. We worden zo dik, ouwe. Hoe is die van jou dan? Oeh, dik. Jongens, die cheesecake is zo zwaar. Zelf hoeveel ik nog over heb, man. Het moment is aangekomen. Nessie moet afrekenen. Even kijken, laat zien. Hoeveel moet je betalen? Laat dan zien. Hoeveel? 1000. Thank you very much. Nice. Volgens mij keek ze een beetje teleurgesteld toen ze 2 dinar zag als kooi. Maar even serieus, ze hebben zo'n chai ding op hun geld, maar nergens is er chai. Oh, punchline. Je betaalt hier 100 dirham per persoon voor. En daar krijg je dus dit voor. Oké, we worden gedwongen een foto te nemen. Wat? 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 Ik ga helemaal stuk. Wat was dat? Voor je zo'n video naam. Give the bottle and you will eat it. Nou, ik ga stuk. Deze mensen willen foto's van ons nemen. Allemaal dezelfde poses. Ja, een fucking rare poses. Oh my god. Waarom ben je bang? Deze shit is niet normaal, man. Oh, it's wonderful. Wonderful. We have the biggest, the most exclusive fishes here in Dubai. Oh my god, look at the shark. Exclusive, the most beautiful shark. Okay, deze keer is het. Hallo. Kijk deze. Hallo. Kijk deze is zo grappig. Hi. Hoi. Deze is van de koekoeksklink. Ja, ja, ja. Hè? Doe normaal. Ik heb 100 dirham betaald, man. Je gaat lopen, vriend. Loop gewoon. Hoezo ben je bang? Er kan niks gebeuren. Hier, kijk. Meer, luister dan. Je gaat gewoon normaal doen. Deze raam kan breken, zijn uit de nul. Maar die gaat niet breken. Wat de... Kijk hierboven. Oh my god. Hey, check deze gekke vis, man. Dit is echt een gekke vis. Het was strijders. Dit zijn geen... Oh, dit zijn bevers, man. Dit zijn bevers. Het was strijder, bro. Fuck een strijder. Kijk die op. Hey, alle. Ja.
crocodile. Ze hebben deze uitgeprint. Ik ga helemaal stuk. Turn, three small one, you cut it. You put for the magnet. So how much is this? 160 madam for all. Ik heb net de meest achterlijke aankoop gedaan. Ik moet 45 euro betalen voor de lelijkste foto's die ik ooit in mijn leven heb gezien. Super slechte Photoshop. Alleen mijn vrouw die koopt dit soort dingen. Besef, kijk hoe romantisch ze liggen eigenlijk. Croco. Nou, Lacoste. Alles Lacoste vandaag, bro. Toevallig, man, bro. Je hebt hier pingwings. Ik vind het wel een beetje zielig, dit, man. Ja, kom. Ja, man. Die pingwings die chillen normaal gezien dood op Antarctica en zo. Kijk eens hier. Vind ik wel een beetje zielig voor ze, ja. Wij zijn zeg maar al de hele dag weg. Het is momenteel gewoon 11 uur in de avond. Het is echt snel gegaan, hè? Zijn wij nou gekomen wanneer die klaar is? Dus er is gewoon een rij met een taxi. Het is gewoon niet normaal. We zijn in de taxi. Helemaal gesloopt, wat een dag. Maar we gaan nu naar het hotel toe. En we gaan daar dan even chillen, man. Ik ben helemaal gesloopt. Jongens, dankjewel voor het kijken naar mijn vlog. Ik zag je ook gelijk. Oh, ik ben toch zo kapot. En bedankt voor het kijken naar mijn vlog. Bedankt voor het kijken naar onze vlog. Bedankt voor het kijken naar de vlog. Like. Subscribe. En laat een leuke comment achter. En tot de volgende keer. Doei. Dag. Heb je hem geëindigd? Ja. Ik kan nog niet. Jongens, ik ga nu een lekker bad nemen. Gewoon warm bad. En dan ga ik YouTube filmpjes kijken in mijn bad. Dan ga ik gewoon chillen, man. Maar dankjewel voor het kijken, jongens. Peace.